Een echte donkere decemberdag, maar hier in Harlingen vanmiddag wel meest droog weer. Ja, en als je dan kijkt naar de komende dagen, dan blijft die bewolking toch de overhand houden hoor. Die zon heeft het moeilijk. Vanavond en vannacht veel bewolking, regen, lichte regen, droge perioden, vooral ook vanavond. En de temperaturen die komen vannacht te liggen zo rond 2 of 3 graden. En dat betekent landinwaarts misschien nog wel een graadje lager ook. Maar geen vorst aan de grond, maar de bewolking is er. En de wind die komt uit zuidelijke richting tot zuidoost. En die is zwak of matig. Morgen een dag met veel bewolking op Sinterklaasdag. Ja, Sinterklaas, af en toe regen, maar toch ook droge perioden. Daar moeten we het dan van hebben. En de temperaturen die liggen morgen rond 4 of 5 graden. Het wordt een koude dag hoor. En de wind maakt dat ook kouder uit het noordoosten tot oosten. Die is meestertijds matig. In de avond gaat de temperatuur terug naar 0 of min 1 of plus 1. Dat betekent dat het wel eens een beetje glad kan worden. Dus een waarschuwing daarvoor. Kijken we naar de komende week, dan hebben we maandag misschien her en der wat natte sneeuw met 3 of 4 graden overdag. En de rest van de week zo'n 5 of 6 graden overdag. Regelmatig regen en lichte regen, soms even zon en dan blijft het bij. Morgen veel meer over het weer voor de komende week. Tot morgen.